Blij al met de inworp voor Spakenburg. Sardar. En Van de Meirakker probeert het eens van een meter of 30 van het doel van Richard van Nieuwkoop. Hij, een van de nieuwelingen in het elftal van Jochem Twisker, trainer van Spakenburg, komt over van FC Os. En stond eerder onder contract bij NEC en heeft natuurlijk ook een verleden bij Spakenburg. Tillema en Leonard, goede combinatie. Tillema tegenover Blijham. Links, rechts. Blijham wordt weggespeeld. Zoekt dan uiteindelijk naar de vrije man. Van de Vijver, van de Vijver naar Ignacio met zijn kont naar het doel. En toch scoort hij. Reilly Ignacio is trefzeker na 8 minuten voetballen. Goeie bal van de aanvoerder. Ignacio met de bips richting het doel van Barry Dieterdijk. Draait en schiet hem binnen. En zo dans ik ook als ik 20 bier op heb. En hij doet dat nu al. Reilly Ignacio, wat is toch een belangrijke speler voor Rijnsburgse boys. Vlug. Overgekomen van Fortuna Sittard. Is Draganovic de baas. Vlug houdt het overzicht. Ziet daar Ignacio met zijn tweede. Nou, dat scheelt heel weinig. Metertje of 2 over het doel van Dieterwieg. Vlug jaagt door. Leonard en Ignacio zien er wel brood in. Ignacio. Kunst en vliegwerk. Ignacio is dan uiteindelijk niet snel genoeg om Dieterwieg nog te omspelen. Maar veel gevaar in de beginfase van de wedstrijd komt van de topscorer van vorig jaar. Althans, de topscorer van de Rijnsburgse boys. Want de echte topscorer van de topklasse speelt aan de andere kant. Kees Piertol. Van de Meirakker, lee balletje, steekt dan zijn ploeggenoot weg. Daar komt Van Nieuwkoop, botst dan uiteindelijk tegen een medespeler aan. Dat is René Troost en ook Leon Tol ligt op de grond. Het belangrijkste voor Rijnsburg is dat de bal er niet in ging. Tillema met de inworp. Goeie bal, althans hoge bal, zo moet ik het zeggen. Van Seelen stuurt Ignacio weg. Ignacio met rechts zoekend naar de tweede paal. En schiet de bal dan ver voorlangs, terwijl Jeffrey Vlug vrij stond. Maar daar had hij geen oog voor. Tweede helft. 1-0 nog altijd voor Rijnsburgse boys. En Spakenburg fel uit de kleedkamer. Corner. Goed inkoppen bij de tweede paal. Is dat bijna een doelpunt van Ismo Vorstermans. De aanvoerder van Spakenburg via de vingertoppen de lat en uiteindelijk een verdediger van Rijnsburg wordt de bal weggeschoten. Spakenburg begint sterk in de tweede helft. Gaudier met de voorzet naar Piertol en die heeft het vizier nog niet op scherp staan. Over een week of 4 maait hij die bal vol in de touwen, nu maait hij hem naar veld 12. We hebben nog weinig gezien, Kees Piertol. Goed doorjagen van Spakenburg. Gaudier wil de bal, kiest positie. Voorzet komt uiteindelijk vanaf links door invaller Tol. Legt hem dan toch terug. Daar komt Van Nieuwkoop, lost hem. In tweede instantie dan, ook niet. In derde instantie is het Richard Van Nieuwkoop. Goed verdedigend werk van Danny van de Vijven. Die zijn keeper komt helpen voordat Kees Piertol erbij kan. En de blessurebehandeling voor Spakenburg geeft Rijnsburg gelegenheid om eventjes een waterpauze in te lassen. De druk van Spakenburg blijft. Weer is het Van Nieuwkoop, niet in eerste instantie en in tweede instantie ook niet, want hij krijgt nu de hulp van zijn ploeggenoten. Maar hoe lang gaat dit nog goed? Hoe lang kan Rijnsburgse boys nog de nul houden? Het zekere voor het onzekere, denkt Troost en die kopt de bal over de achterlijn. Het staat nog altijd 1-0 voor Rijnsburg, ondanks de druk van Spakenburg. Ignacio. Ignacio, Ignacio, nee! Die gaat net naast het doel van Barry Dieterdijk. Dat een weergeloos doelpunt geweest met een assist voor Richard van Nieuwkoop, de doelman. Maar Ignacio loert. Wil graag die tweede maken. Tillema nu, op aangeven van Ignacio. Naar Leonard, Leonard legt klaar. Ignacio komt via de binnenkant van de paal, is het zijn tweede. Wat een heerlijk doelpunt van Rijnsburgse boys over meerdere schijven. Ignacio bouwt hem zelf op. Tillema naar Leonard. En Leonard legt hem dan klaar voor Reilly Ignacio. Die schuift hem richting de tweede paal. En via de binnenkant van de paal maakt hij de tweede van Rijnsburg. En zijn tweede in dit nieuwe seizoen. Laatste minuut van de wedstrijd. Seelen naar Van Eeuwijk, die in het elftal is gekomen voor Ignacio. Vindt daar Leonard.
En ook hij, de nieuwkomer van Rijnsburgse Boys, vindt het net. Rijnsburg wint met 3-0. Door doelpunten van Reilly Ignacio twee keer en Joost Leonard. En met name Ignacio, wat is het een fenomeen. Na ieder doelpunt doet hij een dansje samen met zijn boezemvriend Joël Tillema. Ja, we vieren het uitbundig samen. Hoe doe je dat? Ja, gewoon iets wat we eigenlijk al heel lang hebben en altijd al doen. En toevallig spelen we nu samen en kunnen we het mooi in de wedstrijd doen. Kan je hem even laten zien? Tuurlijk. Tuurlijk. Ja! Dat is deel 2, dan ga jij nog door voor deel 3. Ja, ja, maar die kennen jullie al toch volgens mij. Dan. Ja, die kennen jullie al, dus die hoef ik niet nog iets te doen. Het is voor het publiek, maar ja, het is prachtig toch. Hij speelt met het publiek en ja, het is mooi. Tot slot, Reilly, aan het einde van deze maand speelt Curaçao. Als die zou komen, is het natuurlijk altijd eer om voor je land uit te komen natuurlijk, maar dat denk ik totaal niet aan. En, het zal mooi zijn natuurlijk, maar het speelt totaal nu niet. Even Kluivert je nummer? Ik weet niet, man. Ik heb vaak een ander nummer. Maar Kluivert, ik weet niet of hij mijn nummer heeft, maar daar denken we totaal niet aan. En we zijn nu gewoon volop bezig met Rijnsburg. Het is weer eens, voor het eerst in 7 jaar dat we de openingswedstrijd winnen. Dus nog genoeg werk aan de winkel en, om uiteindelijk bij de eerste 7 te eindigen. Maar we zijn goed begonnen.